Hi, welkom bij onze livestream van Safe Haven Church Amsterdam. Wat goed dat je meekijkt. We zullen zo gaan starten met onze online dienst. Voor meer informatie, kijk op onze website safehavenchurch.nl. We wensen je een hele fijne dienst toe en we zien je straks gauw weer terug. Ik kreeg van de week al een woord voor jullie. This week I received Misschien kun je gaan staan. Maybe you can stand. En gewoon een profetisch woord. It's a prophetic word. Een stuk belofte van God. A promise of God. En misschien moet je elkaar even vastpakken. And maybe you should get a hold of Weet je, one another. Als kerk even met elkaar staan. That you stand together as church. Dus ik heb er wat gedachten over ook. Omschreven, maar dan krijg je Jesaja 54, vers 1 en 3. Isaiah 54, 1 and 3. Bekende tekst. A known scripture. Maar God zegt dat vandaag tegen jullie. God is saying this to you today. Jubel, onvruchtbare vrouw. Jij die nooit een kind hebt gebaard. Breekt uit in gejuich en gejubel. Nou, dat hebben jullie net al gedaan met elkaar. Jij die geen weeën hebt gekend. Want, zegt de Heer, de kinderen van deze verstoten vrouw zullen talrijker zijn dan die van de gehuwde. Vergroot de plaats voor je tent. Span het tentdoek wijder uit, zonder enige terughoudendheid. Verleng de touwen, zet de tentpinnen vast. Naar alle kanten zul je uitbreiden. Je nageslacht zal de vreemde volken verdrijven en de verlaten steden bevolken. Blijf zo staan in aanbidding voor God. Ik wil het even toelichten. De vrouw die hier genoemd wordt is Jeruzalem. The woman who is mentioned here is Jeruzalem. En jullie zijn bezig met het thema van Nehemia, de herbouw van Jeruzalem. And you're busy with the theme of Nehemiah, the rebuilding. En er wordt hierover gesproken. And it's spoken about en God vergelijkt Jeruzalem met een vrouw die beroofd is van haar kinderen. And en van haar prachtige huis. Being compared here to a woman who is robbed of her children. De stad was home. Verlaten. The city was desolate. Was tot de grond op afgebrand. Was broken down. De inwoners waren weggetrokken. The inhabitants were Maar dan left. Komt die boodschap van God. Then the message of God comes. Jubel, onvruchtbare vrouw. Shout. De stad zou weer kinderen krijgen. The city will receive Niet een paar children kinderen, again. Nee, heel veel Not kinderen. A few children, but a lot of children. En wat doe je als er een kindje op komst is? And what do you do when a child We hebben er vier coming. Gehad. We had four. Dan moet je weer ruimte maken Then voor die you nieuwe have to kinderen. Make room for those dan new maak je children. De kinderkamer maak je klaar. You make, your en alles ligt daar. Ready. Het bedje en de kastje en de kleertjes. En het kindje bed. Is er nog niet. And the child is not there yet. Maar jij bent wel voorbereid. But you are prepared. Want je weet, het kindje gaat komen. But you know the child is coming. En God zegt, bereid je voor. And God is saying, prepare Zorg ervoor yourself. Dat de kinderkamers klaar zijn. Make sure Zet rooms je are tenten ready. Binnen wijd uit. Just, Want God zal komen met kracht. God er will komt come echt with power. Een opwekking in dit land. Er komt There een opwekking ook in deze in stad. Country, in this city. En God zegt, zet je tent binnen wijd uit. Saying, Want ze zullen komen van het noorden, van het zuiden, van het oosten en van het westen. Wees voorbereid op de grote oogst die gaat komen. For the harvest that God geeft come. De belofte. God is giving ook a deze gemeente zal tot geweldige bloei gaan komen. This church zet will grow, je will tent flourish. Binnen wijd uit. In Jezus' naam. Amen. 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 Ja, dank u wel, Heer. Thank you, Lord. Ga heerlijk zitten. Take your seat. Ga eerst wat cadeautjes weggeven. I will give some presents first. Ik schrijf inderdaad boeken, een wonder. I write books, that's a miracle. En ik kreeg die profetie eind jaren 90. I got a prophecy end of the 90s. Was een profeet uit Zuid-Afrika. There was a prophet of South Africa. En die profeteerde verschillende dingen over me. And he prophesied different things over me. En het was in een tijd waarin ik enorm struggelde met mezelf. It was the time I was struggling with myself. Ik was onzeker over mezelf. I was insecure. Ik ging door een moeilijke periode heen. Went through a difficult period. Ik had een grote kerk overgenomen als leider. I took over a great church as Destijds a leader. De moederkerk van de Berea gemeenschap. The mother church of the Berea community. En mijn voorganger had een geweldig werk gedaan. And en my pastor, mijn geestelijk vader. The one who went before me did a great en work. Ik voelde me eigenlijk niet waardig om die kerk
kerk te leiden. And I didn't feel worthy to lead that en church. Het ging de eerste jaren ook niet lekker. And the first years didn't go so well. Dus ik zat diep. So it was deep. En toen kwamen de profeten, onder andere deze profeet. And the prophets came. En die profeteerden over mijn toekomst. And he prophesied over my future. Over het vaderschap in het land. Over het leiden van een leidersnetwerk. Over, over een apostolische zalving. An apostolic anointing. En wat er ook gezegd werd door twee profeten. And what two prophets said. Je zult boeken zul je schrijven. You will write books. En toen dacht ik echt, nou, dit is niet een profeet van God. And I thought, this is not a prophet from God. Want ik heb nog nooit van mijn leven een voldoende voor een Nederlandse taal gehad. Because I never got good grades for een opstel. For Dutch ik boeken schrijven. And me writing books. Goed, mijn 12e is kort geleden uitgekomen. My 12th book just came out. Echt een wonder. It's a miracle. God heeft me echt, de Heilige Geest heeft me echt leren schrijven. The Holy Spirit really taught me how to dit boek heet Binnenspiegel. It's called Binnenspiegel, the Inner Mirror. De titel is van mijn vrouw, daar moet ik eerlijk in zijn. The title comes from my wife. Maar de inhoud komt voor mij en deze heb ik samen met een vriend van me geschreven. But everything else is for me and I wrote it together with. Wie van jullie heeft vanochtend even in de spiegel gekeken voordat je de deur uitging? How many steek of you looked in a mirror before you left your house? Een aantal today. Steekt hun hand niet op en ik kan ook wel zien dat jij niet in de spiegel hebt gekeken vanochtend. Some don't raise their hands and I can see that you didn't look in a mirror. Nee, we kijken natuurlijk allemaal even in de spiegel. We always look in the mirror first. Ja, ik kijk altijd of er geen tandpasta vlek op mijn wang zit of broodkruimeltjes. No toothpaste or crumbs on my face. Of die grijze haren niet op dat opvallende blauwe. Or the gray hairs on my shirt. Rij van me zit. Ja, je kijkt even in de spiegel. You look in the mirror. Maar kijk je in je binnenspiegel. But do you also look in your inner mirror? Neem je tijd voor zelfreflectie. Do you take time for self-reflection? De enige manier om te groeien in je leven is door continu zelfreflectie toe te stappen op je leven. The only way to grow in your life is to have inner reflection, to look at yourself. In dit boek neem ik je mee. In this book I take you along. Hou ik je spiegel voor. And I hold a mirror before you. Vragen als: hoe staat het ervoor met jouw geestelijk leven? Questions like, how is your spiritual life? Hoe staat het ervoor met je emotioneel leven? How is your emotional life? Is je visie nog helder? Is your vision clear? Zijn je prioriteiten op orde? Are your priorities straight? En ga zo maar door. Leid ik een betekenisvol leven? Ook zo'n mooi hoofdstuk. Do I have a life full of meaning? Ongelooflijk belangrijk om te blijven groeien. Very important to keep goed, growing. Wie mag ik zegenen met dit boek? Wie wil dit graag? Die mevrouw stak heel snel haar hand op. Nou, de andere zal ik wat korter introduceren. Ik heb ook een dagboek geschreven, dus je kunt ongelooflijk elke dag met Jan Paul op je schoot zitten. Written a diary, so you can sit with Jan Paul on your lap every day. En een tekst met een overdenking en daarna een gedachte om de dag mee in te nemen. Wie mag ik hier mee blij maken? Dat jonge meisje die lekker een broodje zit te eten, die mag je van me hebben. Ja, je mag in de kerk ook eten. En deze kom Heilige Geest. And this is come Holy Spirit. Dat komt straks nog aan bod, maar ik denk 2 jaar geleden. I think 2 years ago. Op terugweg naar huis van een spreekbeurt. When I was on my way home back from. Draaide ik een nummer van Martin Smith. I was listening to Come Holy Spirit. Wie kent dat nummer? Come Holy Spirit. How many know that song? Als je dit kent, moet je het opzoeken. If you don't come know Holy it, Spirit. Search for it. En dat is een schreeuw, een gebed van Martin Smith. And that's a shout, a prayer om een nieuwe uitstorting van Gods geest. For a pouring out of God's Spirit. De kerk wereldwijd, maar ook de kerk in Nederland, heeft een nieuwe uitstorting van de Heilige Geest also nodig. Holland need a new pouring out of the en Holy Spirit. Het was 40 minuten rijden van de plek waar ik gesproken had in mijn auto naar huis. It was a 40-minute drive to my house. 40 minuten lang heb ik het nummer alleen maar herhaald. So for 40 minutes I just repeated en ik heb zo song. Zitten huilen in de auto. And I was crying in the car. En ik heb datzelfde gebed continu opgezonden in de auto. Heer, and that same prayer uw kerk I just heeft een nieuwe uitstorting van uw Heilige your Geest nodig. Need a new pouring out en toen of ik your de straat inreed waar ik woon, voelde ik de Heilige Geest zijn. And I felt the Holy Spirit schrijf een boek over mij. Write a book about me. Want mensen moeten weer bekend worden met het werk van de Heilige Geest. People need to become familiar. Ik heb dit boek in 4 weken tijd geschreven. Echt vanuit een stuk passie en als een opdracht van God. From kom, Heilige Geest. Order from God. Nou, come Holy Spirit. Eentje rechts, eentje links. Nou, eentje, die mevrouw in het rood daar. U krijgt deze. Jullie kunnen na afloop gewoon afrekenen. Ik heb een pinapparaat bij me. You can pay after the service. Dat is echt een grap hoor. Er zijn echt wel eens mensen die naar me toe komen dan en die willen het dan betalen. Dan some people gek. Come to me and they want to pay. Ja. Boekentafel heb ik heel veel boeken te koop. I have a lot of books for sale. Als je graag een boek wil hebben en je hebt gewoon het geld niet. If you would love a book and you don't have the money. Dan mag je hem gewoon meenemen hoor. Then you can take it. Dan kijk je hem aan met een glimlach. Then you look at me with a smile. En dan pak je het boek. And you take the book. En dan loop je gewoon weg. And you just walk away. Ja.
Ik ga ervan uit dat je er geen misbruik van maakt en niet met stapels boeken weggaat en die vervolgens verkoopt. Maar voel je daarin vrij? But feel free to do this. Goed. Ik wist tot het laatste nummer niet waar ik deze ochtend over moest spreken. Until the last song, I didn't know what to speak about today. En soms word ik daar wel eens nerveus van. And sometimes I become nervous about dat God zo laat pas doorgeeft van waar ik over moet preken. That God says so late about en natuurlijk denk what ik voor, denk ik na van tevoren, ik ben aan het bidden. Of course I think about it and I'm praying. Ik had vanuit Nehemia wel vier zeg maar lijntjes dat ik dacht van oh dat is een mooie boodschap die zou kunnen die zou kunnen. I had four lines out of Nehemia that I thought that's possible. Maar ik wil altijd het rema woord van God hebben. But I always want the rema word. En dat komt zo ontzettend laat. And then it comes tijdens so late. Dat laatste nummer dat we met elkaar aan het feesten waren. During that last song we were partying together. En weet je dat we in het lied zat ook een stukje vrijheid. Toen dacht ik, nu weet ik waar ik over moet freedom, preken. And I thought, now I know what I have ik neem je even mee naar Nehemia. Let's go to Nehemia. Dus ik heb dit net even opgezocht. I looked it up. Ik wist dat natuurlijk wel. I knew it. Ze zijn daar aan het bouwen met elkaar. They're building together there. De herbouw van Jeruzalem. The maar er is ook of Jerusalem. Ik ga veel te snel voor je, denk ik. Of lukt het wel? Maar er was tegenstand. But there was opposition. Er was heftige tegenstand. There was a heavy opposition. Op allerlei manieren. In a lot of ways. Afleiding. Distraction. Bespotting. Mocking. Maar ook intimidatie. But also intimidation. En er staat er in hoofdstuk 4, vers 4. And chapter 4, verse 4, it says. Juda klaagde. De sjouwers zijn uitgeput. Het puin is te zwaar. Staat, er is te veel puinhoop. There's too much rubbish. Nooit zal het ons lukken de muur te herstellen. Zie je dat? We'll never be able to rebuild the wall. Ze waren zo geïntimideerd door de tegenstand. They were so intimidated. Ze waren zo ontmoedigd. Discouraged. Dat ze tot de conclusie kwamen. That they came to the conclusion. We geven het maar op. We just give up. We redden het niet. We won't make it. En gelukkig was daar een leider, Nehemia, die ze uiteindelijk weer motiveerde, and waardoor luckily, ze doorgingen. Nehemiah was there, was motivating maar them. We hebben toch allemaal wel eens te maken met een stuk ontmoediging in but ons leven. All of us have to do sometimes with discouragement. Steek je hand eens op als je wel eens ontmoedigd bent. Raise your hands if you've ever been discouraged. Ik kan er wel twee opsteken. I can raise two. We zijn allemaal wel eens ontmoedigd en we worden all have been door dingen geïntimideerd. And intimidated by things. Nou, ik neem je even weg bij Nehemia, maar deze boodschap moet je vasthouden. I will take you away from Nehemia, but hold on to this. En ik neem je even mee naar een periode van het volk Israël. And I will take you to a period of the people of dat Israel. Dat ze ook geïntimideerd waren. That they were intimidated. Dat ze ook onder druk stonden. That they were under pressure. Dat ze de moed verloren. That they lost confidence. En gigantisch ontmoedigd waren. And were very discouraged. Dat kun je lezen in Rechters hoofdstuk 6. You can read that in Judges chapter 6. En dan zie je dat de vijand ook komt daar, de tegenstander, die komt voortdurend. You see the opposition coming there. En die komt juist tijdens de oogsttijd. And it's coming during the harvest. Ze hebben hard gewerkt. They worked hard. En tijd om te oogsten. It's time to harvest. En dan komen die Midjanieten en and the Midianites come. Nou ja, al die deugnieten die komen aan. And all those ites. En die komen al datgene wat voor hun is, komt die wegroven, and de kaalvreten. They come to rob everything what's theirs. En het gebeurt niet één jaar. Jaar op jaar op jaar. Only happen one year, but year after year. En in het begin zullen we zo meteen zien, hebben de Israëlieten best nog wel verzet geboden. And in the beginning the Israelites gave maar uiteindelijk waren ze zo geïntimideerd. But eventually they were so intimidated and dat discouraged ze het opgaven. That they gave up. Dat ze het maar lieten gebeuren. They just let it happen. Ik ga een stukje eruit voorlezen. I will read a portion. Elk jaar wanneer het gewas op het veld stond, kwamen de Midjanieten, de Amalekieten, nou en opnieuw die andere deugnieten uit het oosten aanzetten. En vielen ze Israël binnen. Ze sloegen er hun tenten op en vernietigden de oogsten tot helemaal in Gaza. Niets lieten ze voor de Israëlieten over om van te leven. Nog geen schaap, geen rund, geen ezel. Als een zwerm sprinkhanen kwamen ze aanzetten met hun vee en hun tenten. Een onafzienbare massa mensen en kamelen die het land binnenviel en alles verwoestte. Door toedoen van Midjan verviel Israël tot bittere armoede. Weet je, als we aan armoede denken, dan denken we eigenlijk bijna gelijk aan materiële armoede. When we think of poverty, we think of materialistic poverty. Maar armoede is veel meer dan alleen maar materiële armoede. But it's a lot more than that. Armoede is een geest, goed luisteren. Armoede poverty is een geest. Is a spirit. Listen good. Armoede is een gezindheid. It's a state of mind. En weet je wat die geest doet in ons leven, die geest van armoede?
You know what that does in our life? That die zorgt ervoor dat we het opgeven. Dat we het geloof opgeven dat het ooit nog een keer beter zal worden. That it will become better. Dat ooit de bouw weer afkomt. That the build will finish. Dat ons huwelijk uiteindelijk wel zal slagen. That our marriage will work out. Dat onze kerk wel tot bloei gaat komen. That our church will flourish. Die geest van armoede die zegt, geef het maar op. That spirit of poverty says, die geest give up. Van armoede zorgt ervoor dat ik niet meer uit mijn comfortzone durf te stappen. That spirit of poverty makes me not step want out ik ben of wel my uitgestapt, maar anymore, dat is mislukt. Out, but it didn't go well. Ik doe het maar niet meer. So I don't do it anymore. Die geest van armoede zorgt ervoor that spirit of poverty dat ik toegeef aan de intimidatie. Makes me give in to intimidation. En een leven leidt and live a life van emotionele, geestelijke, materiële armoede emotional, spiritual poverty. Ik heb geaccepteerd dat er een kaalvreter is. I accepted that there's en laat het maar gebeuren. And I just let it happen. Jezus beloofde dat er voor ons een leven is van leven en overvloed. Well, Jesus promises that hij zegt, de boos is gekomen om te stelen, om te vernietigen. Maar ik ben gekomen om leven te geven and destroy, but in I came to give life in abundance. Het volk Israël leefde onder een juk. The people of Israel lived under a yoke. En daar werd ik bij bepaald. And I was led to toen that. Wij met elkaar zo vrolijk zongen. When we were singing. Is een tekst in Jesaja. Is het tekst in Isaiah? Dan moet ik hem wel weten te vinden. I have to find it. U heeft wel even tijd, hè? You have time. Doorbraak. Dat heb je met die iPads, dan verdwijnt er opeens iets wat je net toch had opgezocht. Doorbraak. Ja. Jesaja. Isaiah. Het volk dat ronddwaalt in het donker, Jesaja 9 vers 1, Isaiah ziet een helder licht. Over hen die wonen in een land vol duisternis gaat een stralend licht op. Uitbundig laat u hen juichen. U overstelpt hen met vreugde. Zij verheugen zich voor uw aanschijn, zoals er vreugde is bij de oogst en gejuich bij het verdelen van de buit. En dan komt het. En dat is de belofte voor vandaag. We zongen met elkaar een aantal liederen over vrijheid. Freedom. Songs about freedom. Want het drukkend juk, de stang op hun schouders, de stok van de drijver, u breekt ze stuk als op de dag van Midjan. En ik voelde tijdens de aanbidding dat voor een aantal mensen hier Midjans dag is aangebroken. That for some people here the day of Midian has come. Dat juk wat op je schouders drukt. The yoke that is pressing upon your shoulder. En wat jou tegenhoudt. And that is stopping you. Wat jou weerhoudt. That keeps you. Om in je bestemming te wandelen. From walking in your destiny. Om in die geestelijke overvloed te wandelen. In your spiritual abundance. Om in je roeping te wandelen. In your calling. Om weer geloof te hebben voor je gezin, voor je huwelijk, voor weet ik wat. For your family, your marriage, whatever. Dat juk. Dat zal verbroken worden. That amen. Yoke will be broken. Dat juk dat zal verbroken that worden. Yoke will be broken. In die tijd van Israël riep God op bepaald een man, Gideon. En jullie kennen allemaal dat verhaal. Israel, God called a man Gideon. You know the story. En Gideon was nou niet bepaald een logische keus. And he wasn't really a logical choice. Als ik God was geweest, if I was God, dan had ik Gideon niet uitgekozen voor zo'n belangrijke opdracht. Have chosen Gideon for such an important task. Maar gelukkig ben ik God niet. But luckily I'm not God. Want als ik God was, had ik ook nooit mezelf uitgekozen. If I was God, I would not have chosen myself. Ik weet niet of je dat realiseert, maar Gideon had drie grote problemen in zijn leven. I don't know if you realize, but Gideon had three big problems in his life. Drie grote problemen. Three big problems. Er was angst in zijn leven. There was fear in his life. Er was teleurstelling in zijn leven. There was disappointment. En er was een gigantisch minderwaardigheidscomplex. And an inferiority complex. En die zijn alle drie voor mij enorm herkenbaar. And that's, I recognize all of them. Ook ik heb geleden onder angst. I also suffered fear. Ook ik heb teleurstelling in mijn leven meegemaakt. Disappointment in my life. Soms zover dat ik een keer onder tranen alle profetieën die over mijn leven waren uitgesproken voor het aangezicht van God heb verscheurd. So bad that I just tore up all the promises spoken over my life. En ik weet ook wat het is om met een giga minderwaardigheidscomplex te leven. And I know what it is to live with an inferiority complex. En ik ga ze kort met je doornemen. And I will go through them shortly. Gideon was bang. He was afraid. We weten dat met elkaar. We know that. Hij is de tarwe aan het kloppen in een wijnpers. He's sifting the wheat in a wine press. Het is belachelijk om dat te doen in It's een wijnpers. Not logical to do that. Als je de tarwe klopt, dan heb je wind nodig. If you sift the wheat, you need wind. Dan ga je op een heuvel staan. You stand on a hill. Ja,
En dan gooi je de tarwe omhoog en dan wordt het kaf van het koren gescheiden door de wind. And he threw it in the air and it will be separated. Maar hij was bang. But he was afraid. Hij was bang voor de vijand. He was afraid for the enemy. Hij was bang dat het beetje wat hij nog had ook nog gestolen zou worden. He was afraid that the little he had would be also stolen. Dus hij deed dat kloppen in het verborgene, zodat niemand het zag. He was sifting it in the wijnpers. In a wine press. Maar het is een lastige plek om het daar te doen. Het gaat allemaal onhandig. Dat werkt niet zo goed. It won't really work. Maar hij was bang. But he was afraid. Wie van jullie is wel eens bang? Steek je hand eens op. How many eens op. Of you is sometimes fearful? Degenen die een hand niet hebben opgestoken zijn te bang om een hand op te steken. Those who didn't are too afraid to raise their hands. Nee, we zijn toch allemaal wel eens bang? All of us sometimes are scared. Angst is een gezonde emotie, wist je dat? Fear is a healthy emotion. Angst is een emotie die God je hebt gegeven. It's an emotion God gave you. Sommige mensen denken dat angst van de duivel is. A lot of people think that fear is from the devil. Nee, angst is een emotie die God je heeft gegeven. No, die heb je an nodig. Emotion God gave you, you need it. Als angst zonde zou zijn, if a fear would be a sin, dan had Jezus ook gezondigd. Then Jesus also would have sinned. Want Jezus is bang geweest. Because he was afraid. Was hij een beetje bang? Was he a little scared? Nee. No. Jezus was dodelijk beangst. He was afraid. Dat is een emotie die wij ook hebben gekregen met elkaar. That's an emotion we also received. Angst is niet verkeerd. It's not wrong. Angst is geen zonde. It's not a sin. Het wordt zonde als je door angst laat weerhouden it om datgene te doen wat God when van je fear vraagt. Keeps you from doing what God asks from you. Dan wordt het zonde. Then it becomes a sin. Dan mis je je doel voor je leven. Then you miss the goal for your life. Maar we zijn allemaal wel eens bang. We kunnen alle all soorten angst hebben in ons sometimes. Leven. Sometimes you can have some certain fears. Ik ben heel bang, heel lang bang geweest om op zo'n podium te staan. For a long time I was fearful to stand on a stage like this. Terwijl ik wist dat God me geroepen had. While I knew that God called me. Heeft jaren geduurd voordat ik voor het eerst dorst te preken. It took years before I dared to preach. Ik was de oudste in de kerk. I was an elder in the church. En mijn geestelijk vader had zo vaak gezegd, Jan, my die roeping ligt op je leven. Father said often, en ik zei continu, nee. Jan, and nee. I always said no. Dat kan ik niet. Ik was bang voor het podium. I was fearful ik was bang om te falen. I was fearful to fail. Ik was bang om een blackout te krijgen. I was fearful to get a blackout. En opnieuw drong hij aan en uiteindelijk heb ik ja gezegd. Ik zei, maar dan wel tijdens de zomer, dan is het minder druk. And I said yes, but I said during the summer, then it's not so busy. En ik vergeet die zomer nooit meer. And I will never forget that summer. Mijn eerste preek. My first preaching. Ik heb er 4 weken over gedaan om die preek te schrijven. I took 4 weeks to write it. Voor jonge mensen kun je niet voorstellen, maar je had nog geen computers for in die tijd. People, zo oud ben ik. Imagine, but there were not, je had niet een laptop of zo waar je dat op kon doen. You didn't have a laptop, you could ik schreef do it het allemaal nog met de hand. I wrote it down with my hand. En dan was het niet goed en dan verscheurde het. Dan ging ik opnieuw beginnen. Good, and would tear it up and 4 weken lang again. Bezig met een preek. For 4 weeks preparing a sermon. En ik heb die preek 3 keer gehouden voor Marijke, arme meid. And I preached it 3 times for Marijke. Ze moest zitten op een stoel. She had to sit on a chair. Ja, en dan stond ik in de woonkamer en dan preekte ik die preek voor haar. The sermon to her. En naast haar stond een tweede stoel. And next to her there was a second chair. En ja, dat is ook weer iets uit mijn tijd. That's something from my maar time. Daar stond een cassette recorder. But there was a cassette recorder there. Voor de jonge mensen dat is een ingenieuze apparaat. For the young people that's a very genius. Voor de ouderen weet je nog de play en de rec knop tegelijk indrukken. The older ones remember how to use it. En dan nam ik die preek op. And I would record it. Afschuwelijk om jezelf terug te horen. Terrible to hear yourself again. Dat heb ik nog steeds. And I still denk, have waarom that. Willen de mensen naar me luisteren? Maar goed, ik heb 3 keer die preek opgenomen. I recorded teruggeluisterd. It 3 times and listened again. Uiteindelijk die zondag was aangebroken. And then the Sunday came. We gingen heen met onze 2 oudste kinderen. We hadden nog maar 2 kinderen in die we tijd. Only had 2 children. We went with them. En met een vriend. Misschien kent u die wel, Herman Boon. And with a friend, Herman Boon. Die kent Herman Maybe Boon. You know him. Oh, heel veel mensen. Ja. Ja, dan moet ik eigenlijk een beetje mijn excuses aanbieden. I have to excuse him. Want Herman is mijn eerste discipel. He's my first disciple. En alles wat je voor het eerst doet mislukt. And everything you do for the first time goes bad. Sorry. De eerste pannenkoek die je bakt, die mislukt ook the altijd. First pancake you bake always hij spoils. Hij is wel lekker. It's nice. Ja, Herman is ook lekker. Herman is also nice. Herman is mijn beste vriend. But he's my best friend. En die was toen net een paar maanden tot bekering gekomen. And he was just saved. En wij kerkten in Haarlem. We gingen altijd met de trein, we hadden geen auto. Went to church in Haarlem, went with the train. En Herman had voor zijn cabaretprogramma destijds een Volkswagenbus. And for his cabaret program, he had en zo reden we met elkaar naar fan. Haarlem. And so we would go to Haarlem. Enfin, ik hield die preek. And then I preached. En ik was zo zenuwachtig. And I was so nervous. Ik had overal zweet. I was sweating everywhere. Hier zo mijn bovenlip druppeltjes. Above my lip, drops. Die grote plekken. Under my armpits. Ik voelde ook iets tussen mijn bilspleet druppelen.
also felt en dan heb je gelukkig zo'n katheder, hè, daar kun je wat achter verstoppen. En die pakte ik beet om wat houvast te hebben. I would hold on ik, to ik lieg it. Niet hoor, ik gleed echt weg lying. Door het zweet in And mijn I handen. Just slid away because my hands were wet. Ik heb de mensen aangekeken. I looked at the people. En goedemorgen broeders en zusters, dat mocht je toen nog zeggen. I broeders said, en zusters, good morning brothers and sisters, you could say that back then. En vervolgens ben ik gaan preken. And then I preached. Ja, ik heb gewoon mijn preek voorgelezen, joh. I just read what I wrote down. In onze gemeente een preek duurde gemiddeld zo'n 40, 45 minuten, soms in nog langer. In our church it was 40, 45 minutes. Ik was in 20 minuten klaar. In 20 minutes I was finished. Zo snel, ik las hem gewoon voor. I was just reading it. En ik was zo blij dat ik amen kon zeggen. I was so happy that I could say amen. Nou, na afloop drinken wij altijd koffie, jullie and ook afterwards hier, we always drink coffee. En dus ik liep daar rond. And I was walking there. En dan ben je zo blij dat je een Nederlander bent. And you're so happy that you're a Dutchman. En dat je in een Nederlandse gemeente voor het eerst gesproken hebt. And that you spoke in a Dutch church. Nederlanders zijn zo bemoedigend. Because they're so encouraging. Ze zijn zo ongelooflijk positief. So positive. Die steken pluimen in je van overal. Maar niet heus. Not really. Ik werd helemaal afgemaakt, joh, na afloop. Ik lieg niet. Broken down afterwards. Er kwamen zelfs drie mensen naar me toe. Three people even came to twee mede-oudsten en een ander, die alle drie ook two regelmatig spraken in die kerk. And, people who spoke in church regularly. Twee ervan hadden een briefje met aantekeningen gemaakt. Two of them made notes. En die kwamen na de dienst tijdens de koffie and after the service even during vertellen coffee wat time, ik allemaal verkeerd they had gedaan. Came to me and told me what nou, I ik did heb wrong. Van de week jouw preek bekeken. I twee van jouw preken, twee preaching van jouw preken. And two en of ik ga yours. Je nu even negen. Kijk uit. Ik werd met de grond gelijk gemaakt. Ik werd even verteld wat ik allemaal verkeerd had gedaan. Wat ik ook wel wist. What I did wrong. I knew that. Ongelooflijk. Incredible. Na een kwartier zei ik tegen Herman en Marijk. After 15 minutes I told Herman en Marijk I want to leave. Ik wil naar huis. I want to go home. En we stapten in de bus van Herman. We got into the van. We reden de straat waar de kerk was, reden we uit de Rijksstraatweg op. Drove out of the ik zat naast Herman. I was sitting next to Herman. En ik begon te huilen. And I started to cry. En ik schreeuwde het uit. And I shouted it out. Ik ga nooit, nooit, nooit meer preken. I will never ever preach again. Nou, ik heb me niet aan mijn woord gehouden. I didn't stick to my word. Maar ik heb nog lange tijd angst gehad. But I was fearful after that for a long time. Maar ik kende mijn roeping. But I knew my calling. Weet je, moedige mensen zijn geen mensen die geen angst kennen. Are not people who don't know fear. Hoor je me? Moedige mensen zijn geen mensen. Brave people are not die people geen angst kennen. Who don't know fear. Iemand die geen angst voelt hoeft niet moedig te zijn. Somebody who doesn't feel fear. Moedige mensen zijn mensen die wel angst voelen. Brave people are people who maar die feel angst fear, onder ogen kijken. But they look fear in the en eye. Toch doen wat er van ze gevraagd and still wordt. Do what is asked from them. Dat is moedig zijn. That is being brave. En zo kunnen we allemaal moedig zijn. And that's how we all can be brave. En eerlijk zijn gewoon over je angst. And be honest about your fear. Hallo, eerlijk zijn over je angst. Be honest about Jezus your was ook fear. Eerlijk over zijn angst. Jesus was also honest hij zei tegen about drie van zijn vrienden, he kom mee. He told three of his friends, come with me. Ja, hij zei, bid voor mij. Pray for me. Want, zei hij, ik ben dodelijk beangst. Because I'm really, really hij was afraid. Open, kwetsbaar. And he was vulnerable. Maar hij weigerde om zich te laten tegenhouden door die but angst. But he didn't let the fear stop him. Waar ben jij bang voor? What are you afraid bang of? Dat je iets niet kunt? Afraid that you can't do something? Bang dat je voor gek staat? That you will bang dat je faalt? Look foolish, that you fail. Bang voor de mening van andere mensen? For others' opinions, bang om de controle te verliezen? To lose control. God wil zijn hand op je schouder leggen. God wants to place his arm around your shoulder. En tegen je zeggen, and tell you, maar ik ben met jou. I am with you. Hij zegt in Jesaja 41 vers 10. He says in Isaiah 41:10. Jij bent mijn dienaar. You are my servant. Dat ben jij ook. You also. Jij bent zijn dienaar. You are his servant. Hallo, jij bent zijn dienaar. You are his servant. Jou heb ik uitgekozen. I have chosen you. Wees niet bang. Don't be afraid. Want ik ben bij je. Because I'm with you. Vrees niet. Don't be fearful. Ik ben je God. I'm your God. Ik zal je sterken. I will strengthen you. Ik zal je helpen. I will help you. Ik zal je steunen met mijn onoverwinnelijke rechterhand. I will support you with my righteous right hand. Dus kijk je angst onder de ogen. So face your fear. En doe wat God van je vraagt. And do what God is asking from you. Nummer 2, Gideon was een teleurgesteld mens. And Gideon was disappointed. In die plunderingen die hadden zeg maar plaatsgevonden. In all the plunderings that took place. Had hij ook een groot verlies geleden. He also had a great loss. Hij zegt in hoofdstuk 6 vers 13. He says in chapter 6:13. En ik lees het even met de emotie
die ik daarbij voel. And I will read it with the emotion I feel with it. Als ik de Bijbel lees, dan kan ik hem niet gewoon lezen. If I read the Bible, I just als ik de Bijbel lees, probeer ik me te verplaatsen in de schoenen van degene waar het over gaat. When I read it, I try to place myself in the shoes of dus ik kan hoofdstuk 6 vers 13 als volgt lezen. Chapter 6 13, I can read it like this. Als de Heer ons werkelijk bijstaat, waarom overkomt ons dit dan allemaal? Waar blijft hij dan met zijn wonderbaarlijke daden? Uit Egypte heeft hij ze geleid, zeiden ze. Nou, in elk geval trekt hij zich nu niks van ons aan. En zijn we overgeleverd aan de Midjanieten. Zo kun je het lezen. Je kunt ook lezen zoals, like, denk ik, je het lezen moet. But you can also read it like you're supposed to read it. En dus die engel komt naar hem toe. Die spreekt hem aan. Him, en dan zegt hij dit. Als de Heer ons werkelijk bijstaat, waarom overkomt dit ons dan allemaal? Waar blijft hij dan met zijn wonderbaarlijke daden? Ja, ik ken de verhalen. Uit Egypte heeft hij ons geleid, zeiden ze. Nou, nu trekt hij zich in ieder geval niets meer van ons aan. En zijn wij aan de vijand overgeleverd. Ken je dat? Do you know ook that? In je eigen leven, die in emotie. Your own life, that emotion. Dat je niet begrijpt waarom God niet ingrijpt. That you don't understand why God is not doing anything. Heer, waar bent u? Lord, where are you? Dat was de vraag van Gideon. That was Gideon's question. U zegt dat u uw volk wil verlossen. You say that you want to deliver your people. Maar ik heb er de afgelopen jaren niks van gezien. But last year I didn't see anything of it. Er zat enorme pijn in het hart van Gideon. There was great pain in Gideon's heart. Een paar hoofdstukken later. A few chapters further. Wordt er uitgelegd waarom. It's explained why. Neem hem even van mij aan. Maar Gideon heeft twee broers verloren in die 6 jaren dat die Midjanieten binnenvielen. Lost two brothers in the 6 years. Twee broers waren omgekomen. Two brothers died. Hij zat met diep verdriet. Hij was teleurgesteld. And he had a lot of sadness. He was disappointed. Teleurgesteld in God. Disappointed in God. Je kunt teleurgesteld zijn in God. You can be disappointed in God. Je kunt teleurgesteld zijn in de kerk. In church. Er komt ook heel veel voor. It also happens. Ik heb ook een moment in mijn leven gehad dat ik teleurgesteld was in die kerk. I also had a moment I was disappointed. Dat ik zoveel in that tegenstand church. En kritiek kreeg als I leider. Had so much opposition and critique as dat a ik leader. Dacht van, kap ermee. That I thought I quit. Dat me pijn werd gedaan. I was hurt. Dat ik geen zin meer had om die kerk te leiden. I didn't feel like leading the church anymore. Maar we moeten ons altijd weer opnieuw over onze teleurstelling heen zetten. But we have to step over our disappointment. Opnieuw verwachting hebben dat God kan ingrijpen, dat God iets moois kan doen. That God can do something beautiful. Weet je, God werkt met seizoenen. God works with seasons. Als het volk Israël in slavernij is, when the people of Israel is in slavery, dan is dat een periode van 450 jaar. It's a period of 450 years. 450 jaar gebeurt er niets. Nothing happens in 450 years. Het lijkt alsof God er niet bij is. It seems like God isn't there. En dan zegt God op een bepaald moment: ik heb jullie gejammerd. Ik heb jullie pijn gezien en ik heb je gehoord. God says, I've seen your suffering and I've hurt you. En nu is het moment aangebroken om hieruit bevrijd te worden. And the moment has come to deliver you from this. Ik weet niet, dat is het mysterie van God. Hij werkt soms met seizoenen. That's the mystery of God. He works in seasons sometimes. Waardoor wij door diepe dingen heen gaan, waardoor het lijkt alsof hij niet ingrijpt. And it seems that he doesn't do anything. Maar hij is nog steeds God. But he still is God. En misschien zit jij hier met teleurstelling. And maybe you're here with disappointment. God wil je vandaag bevrijden van dat juk ook wat op je drukt vanwege die But teleurstelling. God wants to deliver you from that yoke je of ogen zijn misschien bevangen geraakt, net als de Emmausgangers. Maybe your eyes were captured. Die waren ook teleurgesteld. They were also disappointed. Jezus kwam naast hen lopen. Jesus walked next Ze to them. Ze herkenden hem niet. They didn't recognize hun him. Ogen waren bevangen door de teleurstelling. And their eyes were captured je ziet Jezus niet meer. You don't see Jesus anymore. Je ziet hem niet meer handelen. You don't see him. Je begrijpt het niet. You don't understand him. We gaan naar de laatste toe. Let's go to the last one. God gaat eigenlijk niet in op het klaaggezang van Gideon. En hij zegt maar één ding. Vers 14 van welk hoofdstuk is, hoofdstuk 6. Hij zegt, toon je moed. He says, show your courage. Bevrijd Israël. Dat is mijn opdracht. That's my order. Deliver Israel. Die is ook mooi. Ga aan deze kracht van u. U zult Israël uit de hand van Midjan verlossen. Heb ik u niet gezonden? En wat zegt Gideon dan? And what does Gideon say? Daar komt hij. Hoe zou ik Israël kunnen bevrijden? Hallo. He says, how can I save Israel? Moet ik me nog even voorstellen? Do I have to? Jantje Pool. Say where I'm at. Jantje Pool. Weet u nog, heer? Torenstraat nummer 3 in Den Helder geboren. Born in Den Helder. Weet u het gezin nog? Remember the family? Hij stelt zich opnieuw even voor.
He just introduces himself. Mijn familie, anew, zegt hij, heeft in onze stam Manasse niets in te brengen. En ikzelf ben de jongste van die familie. Nou, dit is minderwaardigheid in het drievoud. This is inferiority tripled. Ja, hij zegt, mijn geslacht is de armste in de stam Manasse. Manasse was de op één na kleinste stam. Manasse stelde heel weinig voor. Hij zegt, in die stam Manasse is mijn familie de armste. My family is the poorest. Ja, die stellen niks voor. En in die familie ben ik de jongste. In that family, I'm the youngest. Nou, het staat hier nog leuk, de jongste, maar dat betekent letterlijk, in het Hebreeuwse woord wat er staat, ik ben de onbetekenendste. It says, I am the least. Wat stel ik voor? What am I? Hij had een giga minderwaardigheidscomplex. He had a great inferiority complex. En zoveel mensen lijden onder een minderwaardigheidscomplex. And so many people suffer from that. Ik heb er ook onder geleden, een hele lange periode in mijn leven. I also suffered from that a long time in my life. Je bent onzeker of je iets wel kunt. You're insecure if you can do something. Je denkt vaak negatief over jezelf. You think negative about yourself. Je overwaardeert de dingen die je slecht doet. You over expect the things that you do. En je onderwaardeert de dingen die je goed doet. And you undervalue the things you do well. Je schuift je weg. Stel toch niks voor. Aside, je denkt altijd dat anderen beter zijn dan jezelf. You always think that others are better than yourself. Je kijkt ook voortdurend naar anderen en je vergelijkt jezelf met you anderen. Always look at others and compare yourself en dan voel jij to je them, tekort schieten. And then you feel that you lack. Je bent nooit goed genoeg. You're never good enough. Ik groeide op in een niet-christelijk gezin. I grew up in a non-Christian family. Lieve ouders. Sweet parents, nice maar een parents. Gigantische rugzak, alle twee. But both were a lot of baggage. Alle twee de Tweede Wereldoorlog meegemaakt. Went to the Second World War, both of them. Mijn vader als een held. My father as a hero. En mijn moeder als een slachtoffer. And my mother as a victim. Mijn vader heeft in het verzet gezeten in Nederland. My father was in the resistance. In het noorden van Noord-Holland. In the north of North Holland. En hij vertelde er zelf nooit over. And he was never speaking about it. De begrafenis van mijn grootvader zat ik naast een voor mij vreemde man. In my grandfather's funeral, I was sitting next to a strange man from Amsterdam. En hij vroeg, van wie ben jij er een, zei hij tegen and me. And he asked, who's your father? Mijn vader had nog vier andere broers en een zus. There were four more brothers and a sister. En ik zeg, ik ben de zoon van Piet. And I said, I'm the son of Piet. Hij zei, oh, ja, vader was een held in de oorlog. Oh, your father was a hero during the war. Hij begon de verhalen te vertellen over mijn vader. And he was telling me stories about my father. De heldendaden die hij verricht had. The heroic deeds he did. En ik ben hem natuurlijk gaan vragen daarna. En ja, of course, hij bevestigde I asked dat. Him about maar them. Mijn vader was een stille man die daar nooit over sprak. A quiet man who never spoke about it. Het had een reden. And it has had a reason. Hij had ook hele lelijke dingen moeten doen in die oorlog. He also had to do very ugly things. Hij was 21 jaar toen hij de opdracht kreeg om een boer te fusilleren in de polder in de Wieringermeer. 21 when he got the order to een shoot boer dood te schieten. A farmer. Die collaboreerde, die samenwerkte met de Duitsers. Who was working together with the Germans. 21 jaar. 21 years old. Met een pistool. With a gun. Moet je op weg om een boer te doden. You have to go and kill a farmer. Na 4 jaar oorlog in Nederland ging hij naar Indonesië. 4 years of war in Holland. After that he went to Indonesië. En heeft hij 4 jaar in Indonesië heeft hij gevochten. As a volunteer and he fought 4 years in Indonesia. Daar heeft hij vreselijke dingen gezien en moeten doen. And he's seen and did terrible things there. En mensen moeten doden. And he had to kill people. Hij komt terug uit 2 oorlogen. He came back from 2 wars. Met een gigantisch posttraumatisch stresssyndroom. With a PTS. Maar het bestond in die tijd niet. But it wasn't called that. Ja, het bestond wel, maar het bestond niet. It wasn't known then. Hij kwam terug in Nederland en het land moest opgebouwd worden, net als Nehemia en Jeruzalem opbouwden. He came back to Holland, but the country had to be rebuilt, just like Nehemia. Maar opstropen, niet zeuren. Just work and don't complain. Mijn vader zat vol trauma's. But my father was filled with traumas. Toen hij oud was na zijn pensionering kwam het eruit en begon older, hij nachtmerries te krijgen. He got nightmares. Baad in het zweet werd hij wakker. He woke up bathing in sweat. En toen vertelde hij aan mij langzamerhand. And then slowly but surely he de gruwelijke dingen die hij had meegemaakt. The horrible things he went through. Maar daarvoor, het moest allemaal weggedrukt worden. But it, before it had to be oppressed. De emotie mocht niet zichtbaar worden. The emotion wasn't allowed to be visible. Dus mijn vader was ja, bijna een afwezige vader, een stille man. My father was almost die nooit tegen me present, zei, a quiet man who never told me. Jan, dat kun jij, jongen. Jan, you can do that. Jan, ik ben trots op je. Jan, I'm proud of Jan, you. Jan, doe maar. Ik sta achter je. I'm behind you. Hij heeft nooit zijn mannelijkheid. Hij was een echte kerel in mij vrijgezet. He never put down the masculinity in maar me. Er was gelukkig nog een moeder ook. Nou, gelukkig. But een luckily, schat van de mens. There was also a mother. Ik heb zo van mijn moeder gehouden. Sweet mother, I loved her so mijn much. Moeder kwam als een slachtoffer uit de Tweede Wereldoorlog. But she came as a victim out of the war.
Ze woont in Den Helder. She lived in Den Helder. En die stad is de meest gebombardeerde stad geweest in Nederland in de Tweede Wereldoorlog. And that city was the most bombed in 84 keer. 84 times. 84 keer. 84 times. Die bombardementen. The bombs. En ze hadden geen precisiebommen, hè? And they didn't have precision bombs. En al bij een van de eerste bombardementen moest mijn moeder vluchten met 7 broertjes en zusjes. And one of the first bombings she had to flee with 7 brothers and sisters. 14 jaar. She was 14 years old. En links en rechts vielen de bommen neer. And everywhere bombs were dropping. Haar ouderlijk huis is tijdens dat bombardement toen ze wegvluchten met de grond gelijk gemaakt. Our family house was destroyed completely that first time. Uiteindelijk zijn ze in een kippenschuur terechtgekomen. And then they ended up in a chicken. En hebben ze 3,5 jaar in de oorlog in een kippenschuur gewoond. And 3.5 years they were there. En elke keer als die bommen werden, ze weer overvlogen. And every time those bomb planes lag mijn moeder te trillen als een rietje in bed. She was shaking in bed. Ik heb mijn moeder niet anders gekend als een angstige vrouw. I didn't know her different than a fearful woman. En mijn moeder communiceerde maar één ding naar mij. And she communicated with Jantje, one pas thing. Op. Jantje, kijk uit. Jantje, Jantje, Jantje doe maar niet. Jantje, Jantje, dat kun that. Je niet. You can't do that. Wat gebeurt er met een jongen die opgroeit met een vader die hem niet bevestigt in zijn mannelijkheid? Who grows up with a father who doesn't confirm him? Die nooit uitdaagt, nooit bemoedigt. Masculinity, never a challenge, never encouragement. Moeder alleen maar zegt: pas op, kijk uit, doe me niet, het is gevaarlijk. And a mother only says: be careful, don't do it, it's dangerous. Je krijgt een heel onzeker jongetje. You become very insecure. En onzekere jongetjes, daar gebeuren dingen mee. And insecure boys, things happen to them. Die je niet wil. That you don't want to. Om 11e ben ik seksueel misbruikt door een oudere jongen. When I was 11, I was sexually abused by an older boy. Omdat ik niet wist wie ik was. Because I didn't know who Omdat I was. Ik zo onzeker was. I was so insecure. En daardoor ben ik aan de drank gegaan en heel veel relaties gehad. And then I started boozing, had a lot of relationships. Allemaal pijnstilling. Just to maar door dit alles liep ik ook rond met een giga minderwaardigheidscomplex. Because of all of this, I had this great inferiority. Complex. Woorden hebben kracht. Words have power. Hoor je me? Woorden hebben kracht. Do you hear me? Words positieve have power. Woorden. Positive kunnen words. Iemand weer moed geven. Can give someone kunnen iemand doen again. Herleven. Can make some relive. Kunnen iemand in de, een hart onder de riem steken. Can encourage someone. Maar negatieve woorden kunnen But je neerhalen, words kunnen can je break kapot you maken. Down, can break you. Woorden hebben kracht. Words have power. Welke woorden zijn er over jouw leven uitgesproken? Which words were spoken over your life? Welke woorden klonken in jouw gezin? Which words were ringing in your family? Of welke woorden hebben er juist niet geklonken omdat er gezwegen werd? Or which words didn't sound in met name your je vader. Namely voor your mannen, father. Maar ook voor vrouwen for is, zijn de woorden van een vader zo belangrijk. But also wist je for dat? Women, words of a father are so ik heb important. Ik heb één zoon, maar mijn zoon heb ik gemaakt tot een echte kerel. Hij werkt bij de politie. He works at the police. Terwijl ik zelf niet die echte kerel was. Well, I was not really heb the ik mijn man. Zoon met woorden, heb ik de mannelijkheid als With het ware. Words. Ja, in hem gelegd, the in hem uitgeroepen. I placed it in him. Ik heb drie bloedmooie dochters, echt I waar. Three very pretty komt niet door mij, het komt door mijn vrouw natuurlijk. Die is, maar drie bloedmooie dochters. Wife. Maar ik heb die schoonheid tevoorschijn geroepen. That beautiful, that beauty, elke dag hoorden ze dat. They heard it every day. Elke dag zei ik, oh wat ben je ook mooi. Every day I would say, oh wat houdt papa so beautiful. Van je. Papa loves you. Al mijn kinderen, die hebben all een heel children. Gezond zelfbeeld. Echt waar. Very good ze zijn zelfbewust. They're self-aware. Door de woorden die ik heb uitgesproken. Because of the words I spoke. Datgene wat ik zelf gemist heb. The thing I missed. Daar heb ik voor gezorgd dat mijn kinderen het wel zouden ontvangen. I made sure my children would receive maar opnieuw, woorden hebben kracht. But words have power. Doe me niet, dat kun je toch niet. Don't do it, you're not, you can't do it anyway. Daar ben jij niet geschikt voor. You're not made for that. Het wordt nooit wat met jou. It will never amount to anything. Wat ben je toch voor een drol? You're such eikel. A fool. Van jou zal er nooit iets terechtkomen. Nothing will become of you. Jij deugt nergens voor. You're good for nothing. Je moet een voorbeeld nemen aan je broertje. Take an example of your Kijk eens brother. Naar je zusje. Look at your sister. Wie heeft dat gehoord van zijn ouders? Who have heard that? Vergeleken met je broertje parents, of zusje. Being compared to your brother or your sister. Dat is dodelijk. It's deadly. Dat mag je nooit doen. You can't do that. Hoor je me? Als je een vader of moeder bent. If je mag nooit je mother, kinderen met elkaar vergelijken. Never compare your children to one another. Je moet hun verscheidenheid. Moet je accepteren. You have en moet to je accept zegenen. Them as they are. Ik heb één dochter die heel erg intelligent is. I have one that is very intelligent. Dat heeft ze duidelijk niet van mij. She really doesn't have ze is echt heel intelligent. She's really ze is historicus. Historical. Gymnasium gedaan. En het ging allemaal vanzelf. And it just went ik heb een andere dochter die heeft net aan de MAVO gehaald. I net aan hoor. Who just reached the MAVO. Maar het was het maximale wat zij kon. But that was the max ze heeft het maximale uit haar leven gehaald. She gewoon door de MAVO the max te halen. Out of her life. Stel je voor dat ik haar vergeleken had met haar zus. Imagine neem eens een voorbeeld aan Elise. Just look at Elise. Dodelijk. Killing.
Wat krijg je dan? Je gaat die woorden geloven, die woorden geschreven op het schrijfplankje van je hart, zegt. You will write them on the tablet of your Spreuken. Heart. Proverbs says. Ik stel niks voor, ik kan dit niet. I'm good for nothing, I can't do it. Durf dat niet, ik ben niet waardevol, ik beteken niks. Ik ben, ik ben een loser. I'm a loser. Gideon had die drie problemen. Gideon had those three en dan problems. Zegt God tegen hem, and dan komt God hij. Tells him, Gideon, kom op jongen, vers 16. Omdat ik met je zal zijn, zul jij Midjan verslaan alsof het maar één man is. God trekt zich niks aan van alles waar hij met God excuses mee komt. Pay attention to the hij excuses zegt, joh, he gives. Laten ze het zien. Hij maakt hem duidelijk. Het draait allemaal niet om jou, het draait om mij. You, wat ik met jouw me. Leven wil doen, daar gaat het om. En jij kunt een held about. Zijn. And you can be a hero. Ja? Jij kunt een overwinnaar kun je zijn. You can be a victor. En hoe? And how? Gideon zegt, Heer, ik ben bang. He says, Lord, I'm afraid. En God zegt, ik ben met je. And the Lord says, I am with you. Heer, ik ben teleurgesteld. Ik heb verwondingen opgelopen Lord, in het verleden. Lord, I'm disappointed. I'm hurt. Hey, Gideon, ik ben met je. Gideon, I'm with you. Heer, ik stel niks voor. Lord, I'm nothing. Hey, Gideon, ik Gideon, ben met je. I'm with you. En hoe was God met Gideon? And how was God with Gideon? Toen kwam de geest van de Heer over Gideon. Toen bekleedde de geest van de Heer Gideon. En die geest van God ging aan het werk met Gideon. And that spirit of God was working with Gideon. En zorgde ervoor. And made sure. Dat hij een man was die het volk Israël bevrijdde. That he was the man who delivered the people of Israel. Let's stand. Het juk van de Midjanieten werd verbroken. The yoke of the Midianites was broken. En Jesaja herinnert ons daaraan. Weet je het nog? Uitbundig laat u hen juichen. Dat gaan we ook zo meteen doen. U overstelpt hen met vreugde. Ze verheugen zich voor uw aanschijn. Zoals de vreugde is bij de oogst en het gejuichen bij het verdelen van de buit. Want het drukkend juk, de stang op hun schouders, de stok van de drijver. U breekt ze stuk als de dag van Midjan. Ik wil vragen of we ministryteam, oudsten, gewoon hiervoor willen gaan staan. En ik wil vragen als jij hier zit en je herkent je in een van die dingen die ik geschetst heb. And if you're here and you recognize yourself, is er een bepaalde angst in je leven waarvan je weet, ja, die verhoudt me ertoe om. Is there a certain fear in your life? Om in mijn roeping te wandelen, om te doen wat God van me vraagt. That keeps you from walking in your dan is vandaag Midjan een dag voor jou aangebroken. Then today, the day of God wil de juk van je schouders wil hij verbreken. God wants to break the yoke over your shoulders. He wants to break the yoke. En misschien zit je hier met een stuk teleurstelling. And maybe you're here with disappointment. Oh, er is je onrecht aangedaan. Or unrighteousness was done to you. Er is je onrecht aangedaan. It was unrighteous. Dat was niet fijn wat er met je gebeurd is. It wasn't nice what dat is een stuk realiteit. That's reality. En ja, daar mag je om rouwen. And yes, you can mourn. Maar er komt ook weer een tijd dat je moet opstaan en je over but je teleurstelling moet heen zetten. That you have to rise up again and step ja. Over your disappointment. En bij sommige mensen lukt dat niet. Nou, God wil je vanochtend van dat juk ook verbreken over je schouders. But this morning God also wants to break that yoke of your shoulders. En er zitten hier wellicht ook mensen die last hebben van die derde. And maybe there are people here who are suffering the third. Wat stel ik voor? Who am I? Er zijn woorden over je uitgesproken. Words are spoken over you. Waardoor je daardoor lijdt in je zelfbeeld, in je gevoel and van you waardigheid. In your self-image. Kom naar voren. Come forward. Kom. Come. Wacht niet. Don't wait. God is hier. God is here. We gaan bevrijdingsfeest vieren met elkaar. We're gonna have a deliverance party. We gaan bevrijdingsfeest vieren. Je hebt lang genoeg onder het juk heb je moeten zitten. You sat long enough under the yoke. Het is tijd it's dat het juk wordt verbroken over je leven. The yoke is broken over your life. Gods geest gaat komen. God's spirit will en come. En gaan je de handen worden opgelegd. Hands will be laid on you. En de jukken worden verbroken and in de naam van Jezus. And the yokes will be broken in the name of Jesus. En mensen die niet naar voren komen in de zaal, die gaan helemaal uit een diepte van hun hart gaan ze juichen, gaan ze zingen met elkaar. And the people who are sitting in the sanctuary from the depths of their heart, they will shout together. Voor het aanbiddingsteam hebben een lied met kracht, a song with power, with shouting. En ik en de oudste, als jullie het goed vinden, ministryteam gaan rond en we gaan mensen de hand opleggen. And the ministry will lay hands on the people. En laat je leiden door de Heilige Geest. Be led by the Holy Spirit.
En verbreek het juk wat op de schouders van deze and mensen break the yoke that is on the shoulders of these people. En het gezang en het gejuich van de gemeente om hen heen. And the singing and the shouting zal of bijdragen the aan de bevrijding van deze will mensen. Add to the deliverance of these people. In Jezus' naam. Bedankt dat je hebt meegekeken naar onze online dienst. We zijn een kerk die volop in beweging is met diverse activiteiten en events. Wil je meer daarover weten? Kijk op onze website safehavenchurch.nl. Heb je vragen of heb je gebed nodig? Dan kan je ons altijd mailen. Abonneer ook op onze YouTube-kanaal en volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En we zien je gauw!